wat houdt Operatie Victory eigenlijk in? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Het is 70 jaar vrede in Nederland. En dat vieren wij met Operatie Victory, met Radio Veronica, samen met de landmacht, door 70 projecten aan te pakken. Waarvan wij denken, nou, daar kan hulp bij gebruikt worden. Maatschappelijke projecten waarvan wij zeggen, van, nou, dat blijft altijd een beetje liggen, dat werk. Zo ben ik gisteren bijvoorbeeld een kaswezen afbreken. Dat kost hartstikke veel geld voor een zorgboerderij. En we zijn er lekker met de landmacht naartoe gegaan en hebben gezorgd dat dat werd afgebroken. En zo is eigenlijk iedereen een project aan doen in 70 uur tijd. En vanmiddag, om een uur of vier, dan loopt het termijn af en dan moeten die 70 projecten gehaald zijn. Jullie staan hier op Esplanade in Almere en waarom eigenlijk deze locatie? Ja, het is in overleg met de landmacht leek ons dit een goede locatie, omdat het centraal in Nederland is. Mensen kunnen hier makkelijk naartoe komen. We hebben straks natuurlijk aan het einde een mooi feest met Baden en met Van Velsen die op het grote podium staan. Ja, en dan is dit gewoon een plek waar iedereen makkelijk kan komen, waar je goed kan parkeren, waar je met de trein makkelijk kan komen en wat gewoon een beetje in het midden van Nederland ligt. En wat kan je hier op het plein in Esplanade eigenlijk doen? Nou, er is heel veel. Je kunt kijken naar Radio Veronica. Dat is natuurlijk sowieso al heel erg leuk. Maar zoals je ziet zijn er ook allerlei legervoertuigen. Er zijn tanks, er zijn klimwanden, stormbanen. Je kan eigenlijk een beetje kijken hoe het nou is om bij de landmacht te zitten. En wat die mensen allemaal moeten doen. Want dat is echt nog wel, dat zijn heftige dingen. Ik weet bijvoorbeeld dat onze Nicky, Miss Materiaal, die is een klimwand op geweest gisteren. Ja, dat is echt heel heftig. Ik vind het respect dat ze het heeft gedaan. Ja, echt superleuk. Het is heel leuk voor de team spirit. Voor samen met z'n allen zijn we bezig om Nederland een beetje mooier te maken. En dat is leuk met de collega's. Het is gezellig. Nou, je ziet het. Het is hier één groot feestje eigenlijk. Ik zou het altijd wel zo willen hebben. Nou, dat is zeker leuk om te horen. En even nog naar een ander onderwerp. Ja. Echtnaton FM is een schoolradio. En heeft u misschien tips voor het jongere talent? Om een goed radioprogramma te maken? Ja. Nou, luister naar Radio Veronica als voorbeeld. Dat is sowieso altijd heel erg goed. En weet je wat het is? Ja, het is heel belangrijk om gewoon lekker met je passie bezig te zijn. En als je radio maken leuk vindt, zoals jullie met radio maken bezig zijn, dan word je er vanzelf ook beter in. Als je maar kritisch blijft op jezelf en maar niet denkt, het is wel goed, ik ben tevreden. Dat is het idee. Operatie Victory, geslaagd. Mission accomplished. Hoi, ik ben Dennis Hoebe van Radio Veronica en ik luister altijd, maar dan ook echt altijd naar Echtnaton FM.